Eerder heb je je natuurlijk al voorgesteld via dat snelle filmpje van Maarten Zwijnenburg, Stef Nijland. Maar nu nog eventjes wat meer. Stef, vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben Stef. Ik ben 32. Ik woon in Deventer momenteel. Ben opgegroeid in de provincie Groningen. In de jeugd bij FC Groningen gevoetbald. En daarna eigenlijk een vrij lange carrière gehad in betaald voetbal. En sinds dit seizoen spelend voor DVS 33. En daar heb ik enorm veel zin in. Ik ben benieuwd naar jouw hoogtepunt in het betaalde voetbal. Volgens mij weet ik het wel een beetje, maar zeg het maar. Ja, qua hoogtepunten, je hebt natuurlijk wedstrijden die op zich staan daarin. En of seizoenen die goed verlopen, maar... Ja, ik heb Europees voetbal gespeeld en bij PSV ook in de Champions League mogen spelen. Weliswaar een aantal invalbeurten, maar dat zijn natuurlijk dingen die de rest van je leven eigenlijk bijblijven. Wat hartstikke mooi is. Maar prijzen winnen, dat is waar je het uiteindelijk voor doet. En we hebben met PEC Zwolle en de beker gewonnen en de Johan Cruijffschaal. En die laatste, dat was door middel van een winnende goal van mij. Dus dat is ook iets wat ik net zeg. Dat blijf je altijd bij, dat zijn de mooie herinneringen. Die had ik ook een beetje in mijn hoofd. Stef, waar ik benieuwd naar ben. Vind jij het verschil tussen keukendivisie en waar je nu speelt, DVS? Vind je dat heel erg groot? Ben je er een beetje tegen aangelopen? Of was het wennen? De aanpassing, is die goed gegaan? Nee, ik ben nu een maandje onderweg hier. En ik moet zeggen, die aanpassing die gaat goed. Ik heb het onwijs goed naar mijn zin. En ik moet ook zeggen, vanaf moment 1 of dag 1 vind ik gewoon het niveau van de trainingen en de spelers om me heen gewoon heel erg hoog. In dat opzicht is dat echt wel vergelijkbaar met wat ik het afgelopen seizoen eigenlijk bij de Graafschap tegen ben gekomen. En natuurlijk zullen er op bepaalde vlakken zullen er echt wel verschillen in zitten. Alleen er lopen hier gewoon heel veel goede voetballers rond. Dat is prettig samenwerken. Ik merk aan je spel ook dat je er langzaam maar zeker op je plekje bent. Ja, nou ja, het is natuurlijk in dat opzicht moet je wel even aanpassen. Je hebt zelf een bepaalde manier van spelen. Maar je merkt ook dat hier jongens lopen die al lang met elkaar voetballen. En die moeten mij ook leren kennen daarin. Dus ja, in dat opzicht had de voorbereiding misschien nog net 2 weken langer mogen duren. Alleen ik denk dat we goed op weg zijn. En dat ik steeds meer ook mijn eigen rol daarin heb. En mijn bijdrage kan leveren. Dus daar ben ik dik tevreden mee. Geniet jij meer van een assist dan van een eigen doelpunt? Nee. Ik scoor het liefst zelf. Alleen, ik weet wel waar je op doet. Natuurlijk afgelopen wedstrijd ook misschien belangrijk geweest als aangever dan. En dat is ook iets wat denk ik in mijn spel ligt. Waar ik altijd naar op zoek ben. Een paas of een assist die een ander misschien niet geeft, zeg maar, in dat opzicht. Maar het scoren, het gevoel van scoren, dat blijft het mooiste. Mooi. Maar je bent eigenlijk ook al een beetje bezig met de toekomst natuurlijk. Hè? Eventueel trainerschap. Maak je daar al vorderingen in bij DVS of inschrijving van de cursus? Hoe zit het daarmee? Ja, ik heb me ingeschreven voor de cursus en die gaat als het goed is van start in oktober. De UEFA-C. Ik zeg altijd, voetbal is mijn passie. Dat is iets wat ik het liefst doe, wat ik het leukste vind, waar ik de hele dag over kan lullen, ook met alles en iedereen. Dus daar wil ik heel dichtbij blijven eigenlijk. En zeker voor nu. Dus ik ga er in oktober mee starten. Ik kan via DVS hier ook mijn stage lopen. Dus dat moet nog precies de vorm krijgen richting de komende weken, maanden. Alleen het feit dat ik van de club die ruimte krijg en die kans krijg, is natuurlijk hartstikke mooi. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. En voor mezelf ook kan ik daar misschien ook weer wat aan toevoegen voor de club. Het is nog niet bekend of je assisteert bij O13, O15, O17? Of... Ja, nou, er is wel over gesproken. Alleen uiteindelijk moet ook vanuit de KNVB moet daar groen licht voor komen. Dus dat komt over een aantal weken waarschijnlijk. Zin in de eerste competitiewedstrijd? Ja, heel veel zin in. Kijk, oefenwedstrijden die heb je nodig. Afgelopen zaterdag voor de beker, dat is iets... Die wedstrijd moet je winnen, maar die zie je eigenlijk ook nog als een verlengde vorm in de voorbereiding eigenlijk. Alleen het resultaat doet er wel toe. Maar het is nu mooi geweest. Nu wil je gewoon lekker voetballen voor het Echi. En de competitie mag voor mij starten. Ja.